Breda Nu. Je weet het meteen. Samenloop voor Hoop is een 24-uurs wandelestafette om geld in te zamelen voor KWF-kankerbestrijding. Het evenement wordt al jarenlang georganiseerd in verschillende steden en deze zomer komt het ook naar Breda. De Samenloop voor Hoop zelf zie ik het als een kleine zusje van Alpe d'Huez en van Europa Run. Maar de Samenloop voor Hoop is een ander evenement en dat is vooral heel positief gericht. Denk aan de naam Samenloop voor Hoop. Dat is een evenement dat zich richt op de toekomst. Het moet geld opbrengen voor onderzoek dat leidt naar betere en langere overlevingskansen van kankerpatiënten. En met name kankerpatiënten zelf zijn er ook welkom. En verder is het een evenement dat zich vooral manifesteert door wandelen. Het is een wandelestafette van 24 uur die hier gehouden wordt op 9 en 10 juni op de atletiekbaan van Sprint. Waarom op de atletiekbaan? Dat is een rondje inderdaad, maar dat is symbool voor de beperkte actieradius die kankerpatiënten vaak krijgen. Hun wereld wordt ineens heel klein. Dus daarom ervaar je dan door zo'n ronde te lopen wat een kleine wereld is. 24 uur heeft ook een betekenis, want wie kanker heeft, krijgt daar nooit pauze in. Die ziekte gaat altijd door. En het leukste is om dat te doen in teamverband, waarbij je elkaar gedurende 24 uur aflost. We beginnen op zaterdag 9 juni om 2 uur en eindigen zondag om 2 uur. Van waar dat u zich nou in wil zetten voor deze actie? Ik heb zelf kanker gehad. En ja, ik heb de hele circus heb ik gehad. De klap van de diagnose, daarna de operatie, bestralingen, chemo, kaal geweest, pruik gehad, medicijnen gebruikt. Maar ik ben er nog. En dat is natuurlijk de enorme winst die we hebben als kankerpatiënten en ex-kankerpatiënten. Wij mogen aantonen dat we er nog zijn. Vandaar Samenloop voor Hoop. En wij zijn dus het symbool van die hoop. Ik heb een paar keer een samenloop meegemaakt. Ik zit nu voor het eerst echt in de organisatie. En ik vind het een hele grote eer dat ik dat mag en kan doen voor mijn lotgenoten. Heel mooi. Vanwaar dat het nu ook in Breda wordt georganiseerd, weet u? We hebben al een aantal jaren het plan gehad om het in Breda te doen, maar we hebben daar wat pech in gehad in de organisatie. En nu zijn we zover dat we met een goed team de hele organisatie van de grond kunnen krijgen. En we gaan het dus proberen. Maar we hebben nu ook een prachtige locatie gekregen. Sprint is een accommodatie die alles heeft, dus het succes is veel meer gegarandeerd nu. Dus geef je op als je nog wil. Er is nog plaats. Kom allemaal. Ik heb er iets tussenuit gehaald. Dat zal ik kreeg niet meer naar beneden. Maar nou, kijk. Breda Nu. Je weet het meteen.